en welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan we deze winactiepakketje van de Cross Sensations openen. Ik had gereageerd op hun winactie en Vanessa van Nescofiets ook en zij wilde deze graag voor mij winnen. Dus uiteindelijk heeft zij deze gewonnen en dat is natuurlijk super top, want dan heb ik deze gekregen van haar, echt super lief. Dankjewel Vanessa, als je dit kijkt. En laten we maar gaan openen. Het is een journaling pakketje. In mijn vorige video zei ik dat ik niet echt aan bullet journalen of journalen doe. En het leek me wel leuk om het een keertje te gaan proberen. En deze winactie was een leuke kans als ik het zou kunnen winnen. Oké, laten we nu gaan kijken wat erin zit. Ik heb hem open gekregen. Oh, het is al heel leuk ingepakt. Dus ik zal even zo laten zien. Het ziet er echt super leuk uit met een kaartje. Get what you want. Staat: Hey Tess, congratulations. Thank you for following us. Have fun using this gift box and show us your creations with hashtag Cross Sensations. Love. Cross Sensation Designers en your friend Nescofiets. Oh, dit is wel echt een leuke. Oeh, leuke kleuren. Deze moet ik echt heel voorzichtig doen, zodat het in de doos blijft. Blauwe. En deze is goed ingepakt. En hebben we het bubbeltjes plastic. Het ziet er zo uit van binnen. Zo. En ik ga hem even apart hier zetten en dan ga ik hem beetje bij beetje open. De washi tapes. Deze zijn zo leuk. Die zitten dan in zo'n... Of hoort die anders? Nee, hoort wel zo. Deze zitten dan in, met z'n allen in één pakketje. Dat kunnen jullie ook wel zien. Ik bedoel, je hebt hier de zwart met een roze variant. Je hebt meerdere van deze pakketjes. Ik heb er al zelf twee. Maar deze heb ik nog niet. En ja, ik vind ze wel heel erg mooi. Hier zien jullie mij dus de washi tape gaan uittesten. Ik heb die bloempotten, die zijn een beetje doorzichtig gebruikt. Alleen je ziet de stipjes er niet doorheen. Want ik had het stipjesboek gebruikt, toch? Of was het nou het gladde boek? Ja, ik dacht het stipjesboek. En ik had hem wat donkerder gebruikt. Ze scheurden ook fijn. En ik dacht in het begin van, ze plakken niet echt fijn. Maar eenmaal toen ik ze erop had, toen deden ze het wel heel goed. Ik test zometeen ook nog een glittertapeje uit. En een soort folieachtig tapeje. En die deden het ook allemaal goed. Deze. Laten we hem openmaken. Oké. En dan zo. En deze heeft... Oh. Deze is zo leeg. Hebben we... Poot. En deze heeft lijntjes. En hebben we... Deze heeft stipjes. Oh, ik kan deze ook voor mixed media gebruiken als ik wil. Niet alleen voor journalen. Hier kan je nog meer foto's in kwijt. Hier kun je nog iets in kwijt. Oh, hier zitten trouwens stickers. Zal ik even kijken. Hier zit ook een flapje. En deze kan je er ook uithalen als het goed is. Kijk, zie je? Deze. De maanden. En... Oh, ik vind ze allemaal zo leuk.
Hier laat ik de journal dus zien en ik kwam erachter dat er vier elastiekjes zijn, dus je kan er vier boekjes in doen. Ik heb dus dat diary boekje hier ook bij gedaan. Even verder kijken. Oh, zo, nog zo'n pakketje. Nee, dit zijn andere. Deze is blanco. Dit is een diary. Kijk, week, maand kun je helemaal zelf invullen. En deze. En. Stipjes. Oeh, wat leuk. Dit zijn dus die drie boekjes uit dat extra pakketje en ik heb inderdaad voor de washi tape dus degene gebruikt met stipjes. En nu, dit is dus de journaling design pad van Craft Sensations. Deze ligt eind september, half oktober in de winkel, in de Action had ik gelezen. Dus ja, het is wel leuk dat ik dit als een van de eerste kan zien. Hier aan de achterkant kan je zien welke erin zitten. Ja, twee van elke. Oh, dit zijn ook echt mijn kleuren. En ik vind het wel fijn. De achterkant heeft dus telkens van die lijntjes. Of iets waar je dingen. Ja, niet allemaal. Maar de meeste hebben van die lijntjes waar je dan nog dingen kan opschrijven en zo. Oh, quotes. Deze laat ik ook nog van bovenaf zien hoor. Hier is dus het journaling design pad. Je krijgt twee van elk. En de ene bladzijde is dikker dan de andere bladzijde. Dat is ook wel fijn voor als je het moet vouwen. Is de ene makkelijker te vouwen dan de ander. Daarnaast zijn er ook die die cuts. En die die cuts zijn wel even dik. Dus dan krijg je twee van dezelfde dikte. Nou, ik vind het echt een hele leuke giveaway. Ik ben echt super blij dat Vanessa die voor mij gewonnen heeft. Dus super bedankt Vanessa. En ja, dit was dan al de unboxing video van de Craft Sensation winactie. Oh, en als je nou een journal video wil zien met deze spullen, laat het me dan weten in de comments en door een duimpje omhoog te geven. Als je het nou een leuke video vond, geef dan een duimpje omhoog. Laat een comment achter en vergeet je niet te abonneren. Tot snel. Doei!